Lucien van Riswijk is 8 november voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zevenaar. Na 9 jaar verlaat Van Ritswijk Druten. Ja, nou ja, het, het vervelende van een nieuwe baan krijgen je altijd dat je uh, afscheid neemt van de oude. En ik heb dit hier uh, ruim 9 jaar, 9,5 jaar gedaan. Dus ja, dat, dat ga ik wel missen hoor. Er zitten wel hele leuke dingen in Druten die, uh, die ik in ieder geval ga missen. Ondanks dat Van Riswijk Druten gaat missen, vindt hij het ook wel tijd voor iets nieuws. Nou ja, als je bijna tien jaar op een plaats zit, dan vind ik dat je ook af en toe eens een keer wat anders moet, moet doen. Je moet altijd uh, iets anders gaan doen voordat andere mensen zeggen dat het goed is dat je eens naar wat anders gaat uitkijken. Dus dat moment dat wilde ik in ieder geval voor zijn. Uh, maar toen de gemeente Zevenaar in beeld kwam uh, en, en ik kom daar vandaan uit, uh, uit die omgeving, ja, dan vallen dingen wel heel mooi op zijn plaats. Nu Rinswijk naar Zevenaar gaat, zal hij daar met enige burgemeesterservaring komen? Dat was acht en half jaar geleden in Druten wel anders. Nou, ik heb in ieder geval geleerd om burgemeester te worden, want dat was ik daarvoor nog niet. En als je burgemeester wordt nadat je een hele poos wethouder bent geweest, dan betekent het dat, dat je toch een beetje afstand moet nemen. Dat het de politiek is die echt bepaalt wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Dus je bent veel meer gericht op ervoor te zorgen dat de politiek goed werkt, dat het besturen op een nette manier uh, gaat. En dat heb ik uh, echt geleerd hier uh, in, in Druten in de afgelopen jaren. Ja, het verwachtingspatroon is dus ook een beetje anders daar. Hè? Want toen ze mij hier uh, benoemden, uh, nou ja, negen jaar geleden, toen wisten ze dat ik het nog moest leren en, en nu denken ze dat ze een ervaren burgemeester binnen hebben gehaald. Met de verandering van gemeenten zullen ook de problemen gaan veranderen. Nou ja, Zevenaar is uh, een, een beetje groter dan uh, Druten. Het is ook wat meer stedelijk, dus het heeft ook wat meer problemen die daarmee te maken hebben. Denk aan de A15 die doorgetrokken wordt. Er gaat in Zevenaar een heel groot outletcenter gebouwd worden. Naar de waterproblematiek in Lobit en omstreken. Ik kan een heleboel dingen noemen die mij heel veel van straat gaan houden, denk ik. Van Ritswijk zal 20 december officieel de nieuwe burgemeester van Zevenaar worden.